Welkom bij een nieuwe Gamersnet Gear. Ik zit hier naast Tom. Dit is Salem. Hallo. Die voor het eerst Gear doet trouwens, even tussendoor. Yay, primeurtje. Geef feedback over hoe hij het doet. Dat gaat mee eens op zijn stageverslag. Het brandt me helemaal af. Ja, graag. Graag. Hebben wij ook weer puntjes ter verbetering die we aan hem door kunnen geven. Nee, komt helemaal goed. Maar Tom, je hebt iets meegebracht. Ja. Een hele koffer zie ik. Maar ja, hebben de koffer al een keer unboxed. Okay. Dus mochten mensen destijds opgelet hebben en weten wat eruit kwam. Dit is een ding wat eruit kwam. Het is de Razer Kiyo. Razer Kiyo. Een nieuwe webcam van het merk wat zegt de lifestyle van de gamer te omarmen. Juist. En dat is denk ik misschien ook al gelijk de eerste vraag die heel veel mensen gaan hebben. Is wat er op dit koffertje staat. Streamer certified. Maar het is toch gewoon een webcam, Tom? Ja, nee, klopt. Maar goed, tegenwoordig probeert Razer zich een beetje toe te spitsen op niet alleen de gamer, maar ook de streamer. En dat deden ze door op afgelopen TwitchCon in één keer twee nieuwe producten te onthullen. Waaronder een nieuwe microfoon die schijnbaar bedoeld is voor streamers. En dus een webcam die bedoeld is voor streamers. En dat wil dus zeggen dat hij 1080p 30 doet. Maar nog interessanter voor de streamer is natuurlijk 720p met 60 frames per seconde. En hij heeft een soort van heel uniek selling point, iets wat het echt een beetje eruit doet staan. En dat is natuurlijk die kringlamp die om de webcam heen zit, ingebouwd en wel. Juist, want er zijn een aantal dingen die meteen opvallen. Het is natuurlijk sowieso het ringlampje wat er sowieso gelijk al omheen zit. Ja. Zullen heel veel streamers zeggen, wauw, dat is best slim, hoezo is dit nooit eerder gedaan? Exact, want meestal moet je toch wel bijlichten. De meeste webcams hebben toch wel kleine sensor erin zitten, zijn kleine cameraatjes, dus dan moet je al gauw meer licht, anders ben je gewoon niet te zien. Ja, en streamen doe je natuurlijk vaak in de avond. Is het wat donkerder, dus dan is het fijn dat je jezelf aanlicht. En meestal voldoet je beeldscherm niet, dus dan moet je andere lampen erbij gaan scoren. Razer denkt, nou, we geven zowel de webcam als dat licht in één. En dat is dan voor €110. Maar daar wil ik wel graag meteen bij zeggen, het is een hele fijne ringlamp. Maar je moet niet verwachten dat dit meteen het perfecte licht is. Nee, oké, juist. Maar dat is natuurlijk gewoon gelijk de vraag. Het is €110, dat is relatief veel geld voor een webcam. Ja. Zeker als je bedenkt dat die maar tot 1080p gaat en niet hoger. Wat voor de meeste streamers ook niet echt boeiend is. Ik bedoel, 720p is, zeker als je gezicht is natuurlijk best wel klein in facecam. Dus niet echt nodig. Maar dan wel 60 frames, dus dan gaat het mee met de vloeiendheid van je spel waarschijnlijk en je stream. Dus dat is misschien dan wel weer goed hoe ze op dat streamer certified zijn gekomen. Ja, plus full HD stream is natuurlijk ook niet altijd even lekker voor iedereen zijn internet om naar te kijken. Nee, precies. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van €110. Je geeft al aan, dat licht op zichzelf is niet voldoende. Dus dan moet je er toch nog een lamp naast zetten. Ja, nou ja, goed. Je kunt hem wel gebruiken puur en alleen met dit ding. Maar ik zou zeggen, gooi er dan wel nog een lampje bij. Al is het maar een bureaulamp, een fel beeldscherm, weet ik veel. Als je echt heel goed aangelicht wil zijn, dan moet je wel met softboxes en dergelijke gaan werken. Maar het is wel fijn om dit te hebben, omdat het puur en alleen, het werkt een beetje de nare schaduwen uit je gezicht. Het slaagt er wel in om je gezicht er net iets meer uit te doen, laten poppen. Je scherm heeft natuurlijk ook vaak dat je verschillende kleuren over beeld krijgt. Ja. Donker beeld, licht beeld. Maar dit is een constante soort van daglicht. Implementeren ze. De warmte ervan is 5600K voor de mensen die het willen weten. Als je helemaal technisch bent, het ding doet 10 lux op 1 meter afstand. Dus best wel een aardige lichtopbrengst. Hij varieert ook in 12 stappen. Die kun je mooi met het ringetje kun je zo draaien. Dan kun je hem. Okay. Ja, je hebt 12 ledjes, allemaal wit. En dan kun je zelf een beetje zeggen van nou ja, uit of ik zet hem iets warmer. Iets feller. En het leuke is dan ook, hij gaat van een subtiele gloed tot aan auw, het doet pijn, mijn ogen branden weg, haal het weg alsjeblieft. Ja, maar dat is natuurlijk ook een ding. Dus dat heb ik persoonlijk altijd met ringlights. Als ik dat bijvoorbeeld ook zie op YouTube-filmpjes of weet ik veel. Is dat niet gewoon super kut om naar te kijken? Want hij zit er een soort van omheen. En stel je wil je kijker toespreken, en wij hebben hier dan bijvoorbeeld ook twee lampen staan. Ja, ik moet niet voorstellen dat ik de hele avond dat de camera in het licht zit, zeg maar. Ja, maar goed, dat is ook wel een beetje het hele eieren eten van video maken. Je wil jezelf goed aanlichten en soms wil dat zeggen dat de presentator in kwestie natuurlijk wel gewoon wat felle licht in zijn gezicht krijgt. Ja, nee. Ik denk dat het alleen maar goed is dat hij überhaupt tot zo fel gaat eigenlijk. En sterker nog, dus inderdaad, als je echt helemaal goed aangelicht wil zijn of je hebt zo'n greenscreen setup, dan wil je ook dat dat groene scherm goed aangelicht is. Dan moet je dus nog meer lampen erbij gooien. Juist, oké. Maar buiten het lampje om, want dat is, dat valt meteen op en dat is dan het ding wat je zegt. Hij heeft stapjes erop zitten en het heeft een
het lampje is goed uitgewerkt, laat ik het zo zeggen. Ze goed, voor mij een part mogen ze patenteren en erop verder gaan. Juist. En ik denk dat ze dat verder gaan ook wel belangrijk is, want ik neem aan dat jij nu gaat vragen naar de sensor hoe die dan is. Ja, want hoe is dan inderdaad het cameraatje zelf? Want betaal je alleen voor de lamp of hebben we het ook te maken met een goede webcam? Nou ja, dat is wel een beetje een ding. Als je gaat kijken naar dit prijssegment en wat de concurrentie allemaal biedt, dan zie je dat er andere merken zijn die voor minder een betere sensor geven. Juist, als je foto's ermee maakt, het is een 4 megapixel sensor. En dat is wel echt een heel stuk kleiner dan een heleboel van de andere concurrenten, zelfs wat oudere modellen van andere merken en zo. En je merkt het ook wel als je gaat streamen. Het is gewoon allemaal net iets minder crisp, net iets minder helder dan heel veel andere merken. De kleuropbrengst is wel goed. Hij heeft wel warme, felle kleuren die je ook wel goed kan tweaken. Maar het is wel een beetje naar dat je gewoon af en toe net niet helemaal, weet je, je hebt niet dat crispe gevoel wat je hebt bij, nou ja, noem een Logitech C920 of zo. Ik heb één stream gedaan waarbij ik ze allebei naast elkaar had en toch zeiden heel veel mensen van ja, die andere heeft toch net iets zachter beeld. Nou ja, juist wat scherper. Ik vind dat dit juist een beetje wat meer blurry wordt, als je naar 1080p gaat en dergelijke. Daarbij komt ook dat die niet zijn eigen native dedicated software heeft. Dat was inderdaad ook mijn volgende vraag, want het is certified for streamers en dan neem ik aan dat ze bedoelen mensen die games streamen en niet andere dingen. Dat is wel echt Twitch streamers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Nvidia die grafische kaarten levert met software waarbij je je scherm op kan nemen, je mic en gelijk kan streamen, heb ik al zoiets van ja, dat is niet alleen een hele goede grafische kaart met veel rekenkracht, daar zit ook een knipoog in naar de gamer. Ja, naverzorging. Ja, een beetje zo van hier, we geven je niet alleen het middel, maar ook het doel en alles eromheen. Exact. Nou, heeft deze mic dat ook? Of deze webcam? Nou ja, er zit trouwens wel een mic in. Dat zou ik niet gebruiken overigens. Voor een Skype call prima, maar niet voor je stream natuurlijk. Nee, maar dat doen weinig mensen. Nee, het gebrek aan software doet wel een beetje pijn. Want je ziet dat hij heeft niks wat hem automatisch kan updaten. Hij wordt ook niet opgepakt door Razer Synapse 3, waar het eigenlijk makkelijk zou kunnen, want het is Razer's eigen software waarmee alles automatisch geüpdate wordt. Ja. Zou handig zijn, doet hij niet. Hij laat het vooral over aan de derden. Dus hij werkt goed in XSplit, hij werkt goed in OBS, in Gameshow, in Razer's eigen stream software en dergelijke. Maar er zit verder niet echt iets in waarin je hem standaard goed in kan stellen. En dat ga je ook wel merken. Ik werk dan veel met XSplit. Ik heb hem een paar keer bij XSplit gebruikt. Dan moet je dus de native controls van XSplit zelf gebruiken om het ding aan te sturen. En die zijn af en toe een beetje twitchy, haha, pun intended. Die schieten af en toe terug naar de nulwaarde, waardoor het weer in één keer weer heel donker is en dergelijke. Juist. Dus wat dat betreft zou je denken van, nou Razer, gooi er gewoon even eigen software tegenaan. Zelfs de vorige Razer Stargazer had wat ondersteuning vanuit Razer Synapse. Deze absoluut niet. Ik snap dat ze het in de handen leggen van de derde, weet je wel. Elke streamer heeft zijn eigen software al. Die wil eigenlijk zo min mogelijk software eromheen zien. Maar om zo'n ding goed in te stellen, zou je zeggen, en ook vooral te updaten, daar had misschien wel wat meer naverzorging in gemogen. Ja, nee, want wat je inderdaad zelf ook al zegt, de meeste echt, zeg maar, streamers die dat dagelijks doen of wekelijks doen en er veel mee bezig zijn, gebruiken XSplit, OBS. En die hebben eigenlijk helemaal geen zin om dan ook nog extra software te moeten installeren. Maar een driver was wel fijn geweest, toch? Ja, ik wil zeggen, firmware of een update op zijn tijd. Maar dan vraag ik me wel af, wat maakt hem dan nou echt, zeg maar, voor die prijs ook, streamer certified? Want in principe eigenlijk wat ze gewoon zeggen is van, het is een webcam met ingebouwd licht. En ja, aangezien de meeste streamers toch al OBS of XSplit gebruiken, dan denk ik, ja, maar dan is XSplit streamer certified en is dit gewoon een webcam met een lamp erin? Ja, in die zin. Dat zou je kunnen zeggen. Natuurlijk, dat hele streamer certified gebeuren is ook een beetje een marketingterm. Ja, zeg maar gerust gewoon 100%. Ja, want ik zou ook beweren dat de echte professionele streamers gaan überhaupt niet voor een webcam. Die gooien een mooie DSLR op een capture card. En dat is het, denk ik. Ja, en dat is natuurlijk ook wel. Ik vond het ook best wel hilarisch dat ze dit ding promoten met iJericho. Is een grote streamer die onder het Razer sponsorship valt. Die ging in een filmpje helemaal vertellen van, ja, ik vind hem wel heel mooi, maar die gast streamt zelf met een dikke DSLR. En dan heb je zoiets van, ja, dat is, voelt een beetje, weet je, dan zegt hij dat het streamer certified is, terwijl hij hem zelf niet gebruikt. Ja, gezegd te hebben, hij is wel heel fijn als een soort van backup cam of iets wat je mee kan nemen, want hij is makkelijk op te vouwen. Ja, nee, de koffer krijgen dan alleen influencers of zo. Deze kun je dan helaas niet kopen. Okay. Maar er is wel een klein draagtasje voor en het voelt wel als een soort van, weet je wel, dit is fijn voor als je veel op reis bent, want je klapt hem zo op je laptop, het licht is al ingebouwd, dus wat dat betreft is hij wel makkelijk
in gebruik. Ook voor de beginnende streamer is het makkelijk om dit te hebben en niet losse lampen erbij te hoeven kopen. Maar goed, in wezen, down the road, zou je zeggen dat dit niet de ultieme camera is. Absoluut maar niet. Maar dat is een beetje de feeling die ik ervan krijg, is... dat klinkt heel stom, maar toen McDonald's, zeg maar, ging zitten adverteren met... Ik ben heel benieuwd waar je naartoe gaat nu. Nou ja, dan zei ze van, oké, we hebben de ingrediënten van deze burger gegeven aan een maestro-chef. En, oh kijk, die heeft er een heel lekker gerechtje van gemaakt. Maar dan denk ik, ja, dat gebeurt dus gewoon niet. Want ja, het is een beetje een soort van, je noemt een bekende streamer certified, en die kan dit dan gebruiken. Terwijl hij het dan niet doet en het is niet reëel om dat te vergelijken met een beginnende streamer. Ja, want voor hem is een webcam van €110 een relatief kleine investering. Terwijl, ik weet niet, ik snap niet zo goed waarom ze dan doen alsof het allemaal high class is. Terwijl eigenlijk zou alles wat in dit koffertje zit, is de perfecte... start-up voor de streamer. Ja, dat is een soort van, oké, jij zoekt beeld en geluid en een lampje. Voilà. Ja. Voor €110 heb jij alles wat je nodig hebt. Wat je zegt, je klapt hem zo op je laptop. En als jij dan, dan mist natuurlijk wel een klein beetje die software, want een starter is al niet per se gelijk XSplit of OBS. OBS is natuurlijk gratis, dus dat zie je veel mensen dat wel gewoon downloaden en daarmee uit de voeten kunnen. Nou, en dan heb je eigenlijk alles in één. Ja, dat wel. Dus dat doet het goed. Maar dat streamer certified is gewoon een beetje overdreven. Dat is het. Dat ze zeggen dat de professionals dit gebruiken is natuurlijk niet waar. Maar voor een beginnende streamer of voor een casual streamer of wat dan ook, dan is dit wel fijn. Ja, tenminste, zou ik dan zeggen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, als jij wil beginnen met streamen en je hebt zeg maar je koopt deze webcam. Je hebt wel meteen je licht al. Juist. En je hebt een fatsoenlijke sensor. Er zijn betere, maar je kunt ermee rondkomen. En voor een facecam is zo'n sensor in principe prima. Zeker. Ja, zou je zeggen. Je wil ook geen IRL streams ermee doen. Want is gewoon net iets te blurry voor. En dan kun je beter voor een concurrent gaan die iets goedkoper is met een betere sensor. Want die zijn er wel zeker, ja. Maar dit is wel, ja goed, er zitten wel een aantal punten in dat je denkt van, nou ja, als je begint en je hebt nog geen lamp, maar je wil er wel een, hierin mik je het wel bij elkaar en dan is de prijs prima. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Razer Kiyo is beginner streamer certified. Ja, ik denk dat dat wel een mooie start-up streamer is. Start-up streamer certified. Razer doet er iets mee, zou ik zeggen. Dat vind ik wel een mooie term om ermee af te doen, ja. Ja. En nogmaals, ik hoop dat ze dit wel gaan doorevolueren. Want die lamp, daar moeten ze een patent op gooien en dan moeten ze eigenlijk volop capituleren. Maak nog zo'n webcam met zo'nzelfde soort lamp, maar dan een betere sensor en geef ons dat. En dan heb je misschien wel iets waarvan professionele streamers ook zouden zeggen van, nou, daar kan ik mee uit de voeten. Ja, ik wil zeggen, want... Als je bedenkt dat ook een professionele streamer soms on the road... Ja. Hoe vet zou het zijn als je dan ook inderdaad zo eentje hebt... maar dat je ook een groter broertje krijgt die tot 4K kan. Of ja, of 1080p 60. Juist, of die misschien een grotere lamp heeft of dat je iets erop aan kan sluiten. Ja, ik zat al te denken, ze moeten iets maken met een soort van modulaire lampjes... die je erin kan klikken, zodat je niet... Want een losse lamp is natuurlijk weer een extra accubron... en weet ik veel, weer een moeilijke tweak als je hem iets hoger wil zetten. Juist. Wat dat betreft is dit heel gebruiksvriendelijk... maar ja, ze moeten er eigenlijk gewoon volop capituleren... en gewoon nog iets maken wat inderdaad... Weet je wat, de Razer Kiyo Pro. Hit me up. Dat zou ik wel interessant vinden. Ja, plus ik denk ook als jij gaat streamen, lampen zoals dat hier dan staat of andere professionele filmlampen, dan ben je al gauw aan het overkillen. Omdat het is voor een facecam. Het is een klein stukje boven en het gaat om de game. In die zin is je capture card bij wijze van belangrijker. Dat je PC is altijd belangrijker dan die webcam. Exact. Dus dan vind ik het een beetje lomp als je dan eigenlijk dat mensen een hele DSLR neerzetten en 16 lampen alsof ze de nieuwe Steven Spielberg film gaan opnemen. Dan in principe, je hebt gewoon je facecam nodig. Dus dan als deze een groter broertje krijgt, is het dan vind ik het meer streamer certified dan... Ja, nee, absoluut. Ik denk dat dat inderdaad wel is. Het is dat streamer certified moet je even met een korrel zout nemen, maar wat hier in de basis staat, het heeft potentie. Het zou meer kunnen zijn, maar ik kan me heel goed voorstellen waarom je als beginnende streamer en als professionele streamer zegt van, nou, ik zoek wel even naar iets anders. Zij het dan goedkoper of zij het dan met een betere sensor? Ja. Of losse lampen. Ja. Want sommige mensen willen gewoon Steven Spielberg op Twitch zijn. Dat snap ik. Ja, dat zou ik ook wel willen. Heel dope. Wat was voor de Gamers Net Gear deze week? Toppie. Laat ons weten wat je ervan vindt. Heb je nog vragen? Ja. Hier in de comments. En uiteraard, we zijn er elke dinsdag met nieuwe tech om te behandelen. En ook meer Razer streamer certified stuff. Het komt er allemaal aan. Lekker. Thanks, Salim. Thanks, Tom. Doei. Doei. En geef feedback op hoe die idee. Ja, hoe deed ik het? Brand me af.